Oh, dit is het gezinnetje. Wat daarna de oorlog overbleef. Jacobus Ravenhorst. En ik. En mijn moeder uiteraard. Mijn moeder een hele flinke vrouw. Dit is mijn archiefje. Het archiefje ben ik heel zuinig op. Oorlogsherinneringen, ook in Deventer. Oorlogsherinneringen zoals die van Riet Ravenhorst, waarin haar familie, maar vooral haar vader Lambert Ravenhorst, de hoofdrol speelt. Zorgvuldig bewaart ze alle archieven die met hen te maken hebben. Dit is mijn vader, Lambert Ravenhorst. Ik denk dat deze foto gemaakt is in 1938, 37, 38... En wij hadden dus een paar mensen in dienst. En mijn vader was 's avonds bij de BB. En dat was vroeger de bescherming bevolking. Voor mensen, voor middenstanders die dus niet in dienst konden vanwege hun werk. En dat was gewoon ja, zijn werkzaamheden. Lambert Ravenhorst had voor en in de Tweede Wereldoorlog in dit pand in de Nieuwstraat in Deventer een kruidenierswinkel. Via zijn werk bij de BB kwam hij in contact met het verzet, waarin hij onderduikers en Joden hielp. Maar wat hij daar precies deed, was voor Riet en voor haar familie onduidelijk. Maar het was wel een gevaarlijke onderneming. En dat hield in dat hij dus van adres naar adres ging, van kennis naar kennis en onderhand zijn werk deed. Zo zal het wel ongeveer gegaan zijn. Ja. Omdat mijn grootouders in Batman woonden, waren wij, toen mijn vader opgepakt werd, met opa en oma naar Batman verhuisd. En daar speelde onze jeugd zich af. Met alle verdriet van alle mensen, van alle familie. Doordat we een heel grote familie waren en in een groot huis zaten, was alles uit het westen was ook naar het oosten gekomen. En dat van daaruit hadden wij dus, heeft mijn vader een hele poos in een schuur ondergedoken gezeten. En daar vandaan zijn werk deed en werd dan eten gebracht door mijn ooms en naar tantes. En wij mochten dus niets weten dat daar papi daar intussen dat hooi sliep en dat was gewoon verboden terrein en ook niks vertellen aan de buurkinderen. En daar, toen het te warm werd onder zijn voeten, is hij dus gevlucht en ook niet wetende waar, maar alleen in Amsterdam, daar is hij opgepakt terwijl hij uit de tram stapte en vandaar getransporteerd naar Amersfoort, Kamp Vught en nog vele andere. Lambert Ravenhorst overleed op 10 maart 1945 in het concentratiekamp Neuengamme. Op 23 juni 2022 is voor hem een struikelsteen geplaatst. Dit is de struikelsteen van mijn vader, geplaatst voor de winkel waar mijn ouders de kruidenierswinkel hadden. Omdat hij geen graf kreeg, is dit een eerbewijs voor zijn diensten.